Het is vandaag zondag 4 oktober, nog net, nog juist. En ik zit hier na de show samen met Amelie Albrecht. Amelie, welkom. Hey. We hebben er juist voor de show ook een podcast opgenomen, maar ik weet niet zeker of de geluid gelukt is. Dus ofwel hebben de mensen dat al gehoord, ofwel is het verdwenen in de annalen van de irritatie. En dan is dit echt een hele korte podcast. Dan is dit korte een hele korte podcast. Want ik ga je niet weer een uur. Hallo. Dat zeggen vrouwen nooit tegen me. Maar goed. Het waren twee heel verschillende shows. Oh my god, ja. De eerste show was moeizaam. Moeizaam? Moeizaam! Ik zat te janken om een trap. Ja, oké. Okay. Je was iets te hard voor jezelf. Man, nee. Het was gewoon een moeilijk publiek. Het was een moeilijk publiek die de hele tijd doorheen lulde. Op een gegeven moment ging er zelfs iemand buiten roken die op de eerste rij zat. En pissen. En gasten ging pissen. En heel weinig respect voor jou voor de eerste show. De tweede show was iets minder volk. Want er waren een paar talen. Maar die waren... Die superveel respect hadden voor mij door niet te komen in de eerste plaats. Ja, nee, ja, daar is iets ofwel via mail misgegaan of weet ik niet. Dat moet ik even uitzoeken. Maar die waren wel superleuk. Ja, ja, superleuk. Tweede publiek was super goed. Ja, die waren echt tof. Ja. Het was maar 16 man. Ja, 16 maar, mensen. Maar ze lachten voor 25. Dus zo zie je maar. Dus twee shows in de Joker. Het is totaal verschillend, hè? Ja, maar ik heb beter gespeeld. Eerste show heb je wat minder goed gespeeld. Dan was je een beetje in zak en as, maar dan heb je jezelf wel herpakt en die tweede show keihard gespeeld. Ja, ik moest wel. Jij begint in één keer aan de tweede. Ja. Ik zat denk ik zo gewoon op een trap zo wat te wachten was zet wezen. En ik hoorde u ineens zingen, is Amelie wel klaar? Ja, ik stond daar om die mensen naar voren te en rond het podium. En toen stond ik daar en dacht, ja, dan beginnen we maar gewoon. Fuck it. Ja, Fokke zei... Er zijn drie tafels niet, maar we gaan allemaal rond het podium en ik ga ze even opheppen. Maar met even opheppen bedoelde Fokke dus beginnen. Ja, en daar was ik nog niet erg klaar voor. Want in echt die eerste paar minuten was ik wel even nog... Ja, was je nog een beetje de warmte, dus ik moest ook naar het toilet. En er zat een BV in de zaal. Maar ik wist de naam niet meer. Maar dat is Bill Barberis. Ja. Jij zei, het is Bill. Bill, super gave kerel. Want ik had hem niet gezien, maar jij zei, er zit iemand. Acteur, ik weet het niet. En ik ging naar het wc en ik had direct gezien. Zei, ja. Maar ik ken die gast, dat is een hele leuke vent. Die doet ook impro, is een hele toffe kerel. Maar ik was zijn naam natuurlijk weer vergeten. En jij zei, dat is Bill. Ik zeg, ja, Bill Barberis, tuurlijk. Ja. Heel leuk. Ja. En hij heeft keigoed gelachen. Het is open voor hem. Nee. Nee, ja, ik heb het gezien. Nee, ja, de mensen waar, die er vooraan zaten... Iedereen heeft heel goed lachen. Iedereen heeft dat meisje wat in het midden zat vooraan. Die kwam op een gegeven moment niet meer bij. Dat was echt heel leuk te zien. Dus, en dan, daardoor ga je ook leuker spelen. Jezelf ook beter amuseren. Want bij die eerste show was het... Maar ja, het is moeilijk hoe spelen als er gewoon volk wilt gaan pissen en saf gaan roken. Als echt zo'n volk bijna in je gezicht schreeuwt... Ben interessant genoeg, ik ga nu eens Die snapte gewoon... Ik denk nooit dat die dan denken dat het niet interessant genoeg is. Die snappen gewoon bepaalde conventies niet. En dat is ook een beetje bijfout dat ik niet heb gezegd... Jongens, telefoons af, niet de... Maar nee. Ik ga ervan uit dat mensen dat weten. Los van dat, als je echt hoekt zei dat iemand aan het praten is... Dan ik hang zo hard aan de sigaretten, ben er nu weer in aan het paffen. Maar ik ga geen saf roken als ik echt zo... aan het luisteren ben naar iemand. Ja, dat vind ik ook raar. Ik vind het ook raar. Raar, boertig. Ik heb op een gegeven moment wel gezegd, van ben de boer, zei ik. Ja, absoluut. Maar die snapte niet dat je dat meende. En ook, als je iets aan mensen vraagt, dan mogen die antwoorden. Maar het is niet de bedoeling dat als je niet iets vraagt, dat mensen ook al is het inhoudelijk, de dingen beginnen doorheen te roepen. Mm-hmm. En sommige mensen hebben die conventies daar niet door. Die eerste keer nu echt wel enorm. Ja, dat was die jij begint over abortus, over kinderen. En dan begint er gewoon iemand te hele waarom ze wel of geen kinderen had. En dan begint het helemaal uit te leggen. Haar eerste kind gewenst was, haar andere niet. Ja, maar dat heeft niemand gevraagd. Dat was ook zo. Die dacht dat het een soort bijeenkomst was. Ik vroeg de reden waarom ze aan kinderen begon. Dat was al. Dus ik vroeg wel iets. Maar ik kreeg een hele uitleg over hoe daar eerste wel gewenst was. Of whatever. En de tweede niet. Maar die waarom of waarom. Nee. Dat is blijkbaar een moeilijke vraag. Wat jij vraagt dus, het gaat over kinderen. Maar het ligt ook aan mij. En ik, want die,
ik hoop dat het eerste deel van daarnet is opgenomen, want daarin zeg ik ook dat ik niet om kan met die interactie dat te lang duurt. Ja. Mensen dat te veel vertellen. En dat is daarnet weer eens bewezen. Ja, ik kan daar niet mee om, ik kan daar niet verder op ingaan, want het boeit me geen hop. Maar het probleem, nee, maar het is ook heel moeilijk om daar wel mee om te gaan, omdat er zijn twee mogelijkheden. Ofwel lach je die uit, dan moet je even iets snel verzinnen om die uit te lachen. Ofwel ga je er verder op in, maar dan wordt het echt een gesprek. Ja, en beide zijn niet altijd even leuk. De sfeer is een beetje weg. Nee, in beide gevallen haal je de sfeer eruit. En in het slechtste geval denkt die vrouw of man of wie dan ook van, ah ja, dus ik mag er doorheen babbelen. En dan gaat de rest dat ook doen. Ja. En dus het is soms echt, dat is echt ingewikkeld af en toe om dat op dag goed te doen. Maar voor de rest, ik zei het er net op de trap ook. Op de bewuste trap. Op de bewuste trap hier boven aan de kelder. Officieel, I was wrong and you were right. Eh? Ja, het is toch zo. Ik had echt van, ik hoop dat ze aan een uur geraakt. Je hebt 2 keer 1 uur en 2 gespeeld. Met materiaal waar ik max 5 minuutjes of zo van kende. De rest kende ik niet. Je hebt keigoed geschreven. Het is inhoudelijk sterk. Je hebt nog 3 maanden om er nog een kwartiertje bij te doen. Maar het is, je bent heel erg op de goede weg, hoor. Je bent officieel op de goede weg. Officieel. En dat zei ik al na de eerste show. Want ik had gewoon, omdat ik het materiaal hoorde en snapte. En de tweede keer heb ik gewoon nog beter gespeeld. Ja. Maar het materiaal is er. Gaaf, hoor. Ergens. Nee, ja, het is gewoon gaaf. In mijn hoofd. In je hoofd. En je hebt een perfect, voor mij, een hele leuke lijn tussen onzin en gewoon grappen. Maar ook bepaalde inhoudelijkheden. Zonder dat daar op drukt. Zonder dat dat drukkend wordt. Ja. Dat is een compliment. Ja, dank u. Oh, ik ben nog even te... man, een rollercoaster. Een rollercoaster van emoties. Oh man, jongen. Nee, ja. Ik ben nog altijd... Ik ga sowieso 2 naar huis rijden. Hè. Sowieso. Waarom? Voor die eerste... Ja, nee. Die eerste... Het siert jou als comedian dat je jezelf herpakt. Dat je niet met een pakken gaat neerzitten. Dat je aan die tweede begint. En dat je toch al je energie geeft. Want je hebt wel al een uur gespeeld. Dat kan niet anders. De mensen hebben daar toch voor betaald. Ja. Maar je zou ook... Je zat depressief op de trap, hè? Ik heb letterlijk mijn tranen moeten drogen. Echt exact. Dat is gebeurd. Ik heb zo met mijn trui... dingen afgekust, hè, gewoon omdat jij zei, ik hoop dat allemaal niet klaar is. En ik dacht, nee, ja. Oh, steeds. Jij mij... Oh. Nou, ja. Ik was al aan het blijten als jij naar het podium terug ging. Oh my goodness. Garme. Ja. Maar dat betekent wel dat jij je eigen... daar heel erg aan... Maar ik ben gewoon super emotioneel. Ik kan evengoed na een superzalige set gewoon naar huis rijden en letterlijk aan blij te zijn, omdat het leuk was. Allee, van blijdschap. Van maar je bent zo'n baby. Maar als dat op podium zie je dat die... Ja, ja, ik ga niet beginnen janken op podium. Het zou wel goed aan zijn voor de show. Misschien moet ik wat dieper gaan. Ja, nee, maar het is wel zo, want ik had je nu, ik had nu natuurlijk inderdaad in Borstel alles zien spelen. Maar, ja, in Borstel, dat was het. Ja, dat was, ook een moeilijk, iedereen zat te ver uit elkaar, het was heel raar. Maar dat was ook echt net na de lockdown, ja. En dat was ook zo, de dag na Werchter of zo, was voor mij de hel, want ik had 4 maanden niet gespeeld. Ja. En ik dacht gewoon niet na. En ik ben naar Werchter gereden en naar Borstel gereden de dag daarna en ik dacht, wow. Dat lukt wel. Ik wist niet meer hoe dat ik shit vertelde. Nee, maar dat snap ik. Heb mijn eigen zitten googlen. Besef dan, er staat helemaal niet genoeg van mij online. En al zeker niet hoe dat ik het nu ondertussen vertel. Ik heb in paniek geweest. Had je niet opgenomen je laatste optreden? Je wist toen niet dat het ik de laatste dacht gewoon, ik weet nog hoe dat ik dingen vertel. Ik heb op Werchter letterlijk de zin uitgesproken. Ik geloofde vroeger niet in verkrachting. Vergeten wat ik dan vertel. En gewoon... Dat is een moeilijke zin om daarna niet meer te weten wat je gaat vertellen. Ik heb enkel die zin gezegd en daarna op iets anders gesprongen. Omdat ik het niet meer wist.
Oké, dat was de raarste. Voor die mensen was dat de raarste one-liner aller tijd. Ik geloof de vroeger die verkrachting. Oké. Okay. Weet je, ik heb dat stuk nu zo goed gekregen dat het altijd werkt. Ja, ja. Maar dat was verschrikkelijk op en op in ja, ten juist van de trap vertellen, want ik wist dat oprecht, die mensen die in de Giro zitten. Dus verkrachtertje is een Giro-spel. Giro-scout of scouts, whatever. En hoe ging dat? Maar je hebt dat juist zitten vertellen en ik geloofde mijn oren niet. Goh, ja, ja, maar dat is overal. Allee, de variant dat ik daarop ken is dat in het midden zit. Misschien is dat alleen maar bij jullie. En ik zeg gewoon iets heel normaals. En deden jullie hele rare shit. Nee, want ik heb als ik jonger was in een gemengde Giro gezeten. En verhuisd naar Dendermonde. En dan ben ik naar een meisjesgiro gegaan. Ah ja. Maar de variant dat ik ken is vooral van in een jongensgiro. De gemengde Giro. Ja. En dus er zit iemand in het midden. Pakt dat dan een jongen is. Ja. Dan zit ligt iedereen in een cirkel er rond. De meisjes van onder de jongens zitten erop. In deze opstelling. What the fuck? En dus het spel is dat de jongen in het midden naar een meisje dat neerligt moet knipogen. Dan moet het meisje proberen. En die jongens die erop zitten, zitten met hun hoofd er vanaf. Ja, nee. Die zien ook alles. Ah, die zien ook alles. Ja, dus dat is ook wel de kunst als je zo in het midden zit, als jongen of als meisje. Het kan onherkenbaar te knippen naar een meisje, zodat die jongen verrast wordt dat erop zit. Wat de fuck zelfs. Ik ga het verder uitleggen. Ja. Ik heb zo dit spel ook gegeven, hè, als lijst. Wat een superleuk spel, want dus het meisje dat neerligt, dat waarnaar geknipoogd is, die moet proberen om zo snel mogelijk de jongen in het midden een kus op de kaak te geven. En de jongen dat op dat meisje zit, moet proberen dat te voorkomen door haar tegen te houden en haar eerst een kus op de kaak te geven. Maar, nog eens, dus die kus... Een soort worsteling om elkaar te kunnen kussen. Ja, maar die kus is ik weet niet meer, als ik in die meisjesgiro zat, hoe dat wij dat juist deden, ook als we gemengde spelletjes hadden met de jongens bij. Dat was niet met die kus, dat was zo... Een andere manier, misschien aantikken, I don't know, dat weet ik niet meer, maar dat heette wel verkrachtertje. Omdat het een heel spelletje erg is. Raar. En nu is dat een andere naam, ik heb het nagevraagd, nu is dat op elkaar, omdat je op elkaar gaat liggen, of zoiets. Ja. Als ik het me goed herinner. Maar dat is nog altijd een beetje dubbelzinnig raar, en dat zijn, bedoel, dat wordt gespeeld door mensen van 10 jaar en 11 jaar. Zes zijn de jongens. Zes? Zes zijn de jongens, ja. Maar, dat is niks vergeleken met opengereten vagina. Ja, dat zei toen een spel met een Giro dat heet opengereten vagina. Okay, ik ga het nog eens uitleggen. Ja. Dus een beetje gelijk Schipper mag ik overvaren, maar een ander... Schipper mag je vagina uitscheuren. Nee. Kijk, bij ons heette dat opengereten vagina omdat wij allemaal meisjes waren. Bij de jongens is dat dikke pik. Dikke was pik? Was dat dikke pik? Dikke pik! Maar... En dat wordt ook gespeeld door 6-jarigen, denk ik. Ja, dat was een typisch spelletje dat we vlak na een opening konden doen met iedereen samen. Van 6 tot 18. En wat moest je dan doen? Wat moest je doen? Pakt opengereten vagina met allemaal meisjes. En... Stop. Ik moet pissen, jongen. Dus, er staat één meisje in het midden met haar benen open. En iedereen anders staat aan de kant. Ja. En iedereen moet daar zo snel mogelijk doorkruipen. Ja. En naar de overkant gaan. Dat is het principe van Schipper, ja, ja. Maar je moet dan door de benen gaan van de persoon die daar staat. De laatste die door die benen gaat... De laatste twee is meestal getrek en geduw. Dat is een ruig spelletje, zo gezegd. De laatste die dat daar doorgaat, of niet doorgaat, of ja, whatever... Die moet achter die persoon gaan staan. En dan heb je al twee mensen die achterin staan. En dan moeten ze naar de andere kant. Dan moeten ze naar de andere kant, terug door de benen. En om duur wordt dat een tunnel. En dat heet dan opengereten vagina, omdat al zoveel volk door je benen probeert te gaan. Bij mij zijn we deze avond. What the fuck? Maar nu heeft dat spelletje een andere naam gekregen, open benen. Open benen. Denk ik, nee, ja. Ook bij de jongens, of heet het daar nog wel dikke pik? Ik snap opengereten vagina, hoe walgelijk het ook klinkt. Dat snap ik nog. Maar wat is de dikke pik variant dan? Is er ooit al iemand van op een afstand afgespuurd en door uw benen proberen gaan? En misschien per ongeluk met zijn hoofd wat in ik op vrijdagavond kruis. Doe, maakt jou helemaal niks. Nee, maar... Huh? Daar krijg je van een platte pik. Maar
ik weet niet of je daar een dikke pik van krijgt. Ja, kijk, ik kan maar zeggen, dat is mijn kennis. Dat is jouw kennis. En die draag je nu over aan ons. Bedankt daarvoor. Ja, ja. Oké, als mensen, Giro en Scouts, mensen dit herkennen, dan wil ik dat, dan mogen ze me altijd een mail sturen, want ik vind het heel bizar. Fascinerend, hè? Ja, maar dat is ook wel het verschil tussen België en Nederland, waar we het voor de rest niet veel over zullen hebben. Maar dat is wel, de jeugdbeweging in België is iets heel wijd verspreid. Iedereen zat erbij. In Nederland was dat eerder uitzondering dan regel. Terwijl ja, hier... Maar pas op, hier, alleen niet iedereen zit in... Ik merk heel hard verschil tussen mensen die dat hebben gedaan en niet. En wat is dan het verschil? Oh, gewoon... Zijn die minder sociaal of zo? Of zijn die... Ik kan dat niet goed benoemen, maar dat is... God, dat is heel moeilijk om te zeggen, maar... Ik moet niet... Ik zou één goed idee kunnen hebben van... Ah, we gaan naar een of ander feestje vanavond om 5. Kijk, hoest om een trouwkleed aan te doen? Waarom niet? Allee, en we doen dat gewoon zo. En, allee, nee, dat is een heel stom voorbeeld. Maar die mensen zijn gemerkt wie dat in hun jeugdbeweging... Omdat die al van allerlei rare shit gedaan hebben. Ja, dat is... Dat die gewend zijn om te verkleden, spelen, rare dingen en te spelen. Dat is een beetje jong blijven ook. En ik denk dat minder dat ook blijft. Minder stak of zo, minder... gewoon losser en vrij. Ook wel wat creatiever, denk ik. Omdat gewoon de shit dat je doet, is zo tof. En ik heb leiding gegeven. Je moet echt wel zo die gasten... moet daar elke zondag wel een programma voor klaar hebben. Allemaal toffe dingen. En een beetje ondernemen. Een beetje... Allee, zo alles bijeen. Wat ik altijd een beetje stom aan vind... Ik bedoel, iedereen doet wat hij zin in. Maar wat ik een beetje stil aan vond... is die wij tegen hun Scouts versus Giro. Dat er altijd... Nee, ik ben geen... Als je iemand zegt, zat jij bij de Scouts? Nee, ik zat bij de Giro. Want dat is eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde, maar dan anders. Dat is niet hetzelfde. Hier gaan we. Nee, ja. God, mij boeit dat ook niet echt. Dat er altijd een soort wij tegen hun verhaal wordt. Dat is jammer. Dat is niet nodig, vind ik. Dat iedereen... bedoel, meeste mensen gaan er ook bij wat er voorhanden is. Of wat dit bij zijn. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar toch. De Scouts zijn echt zo net. Hebben ze allebei pakjes aan? Of hebben alleen Scouts pakjes aan? Nee, Giro en Scouts. Maar dat is zo, Giro en Scouts hebben volledig uniform. En dan hebben ze zo de KSA. En die hebben gewoon zo'n hemd en dan doen die een jeansbroek aan. En dan denk ik, de fucking Jeannette, doe gewoon een korte rok aan. Gelijk dat Giro doet. Korte rok aan. Zonder kousenbroek, want dat is ja, gewoon... Ja, dan krijg je wel een dikke pik, denk ik, als je korte rok moet aandoen. Maar goed, tot zover. Ja, oké, wat jij zegt, hè, je maakt daar een mop over. Ik dacht dat verkrachtertje, hè, dat was bij ons bij de Giro. En ik zei, maar is dat dan? En nu weet ik het. En nu vind ik het nog. Ja, ik vind dat wel heel funny. Dat is ja, heel grappig, dat is, ja... Maar het is heel moeilijk, omdat dat verkrachtingsstuk wel op zich wel een goed stuk is. Ja, dat is redelijk. En als ik daar stuk terug moet op gaan, nee, dat is wel moeilijk. Nee, dat is, het is moeilijk om daartussen dat hele verhaal te doen, omdat je dan van je echte verhaal ja, want de verkrachtingssfeer dat er is, ja, die moet behouden worden. Ja, dat goede gevoel van de verkrachting. Ja, ja, het is wel... ja, je zegt wel heel veel dingen en zaken. Ja, controversieel is misschien overdreven, maar die misschien meer mensen denken dan dat ze durven uitspreken. Maar ja... En dat vind ik wel heel interessant, hoor. Maar het is toen niet gelijk heel dat verkrachtingsstuk. Als je het echt zo gaat bekijken... Uiteindelijk, op het einde, maak ik het punt... Misschien heel bergens... proberen ze mij weg te geraken. Maar uiteindelijk, op het einde, maak ik wel het punt... dat wij met oplossingen proberen afkomen... dat enkel aan ons liggen. Aan ons vrouwen. Als die zelfverdedigingssessen waar ik het dan over heb... Ja. Ik daar misschien wat meer in uitbreiden... Nee, daar ben ik met je eens. Dat is een beetje hetzelfde. Ja, het probleem is niet die vrouwen die wat dan ook aandoen. Het probleem is die mannen die gewoon fatsoen moeten kennen. Ja. Ja. Dat lijkt me redelijk logisch, inderdaad. Dat je gaat. Want dat is ook een callback die je maakt. Hè, over een te kort rokje aandoen. Ja, alsof dat is een victim blaming. Ja. Ja. Ergens zit dat er wel in. En het probleem is dat iedereen fucking gatachterlijk is. En dan niet... Ja, maar dat is niet... Ik vind dat... Kijk, het is niet omdat jij... omdat zij die tweede laag niet vinden... Dat je daarom dat duidelijker of harder erin moet steken. Ik geef altijd een voorbeeld van de tweede of derde show van Alex. Die eindigde met een kots- en een kakstuk. Dat hem op het toilet zit en dat kotsen en dat kakken is tegelijk... En dat is een heel vuil stuk. Maar dat gaat eigenlijk over dat Jasmin de vrouw van zijn leven is. Omdat zij hem wat verzorgt. Dus eigenlijk, dat is, hij vertelt over kotsen en kakken. Maar eigenlijk gaat het over de liefde van zijn leven. Over de liefde. En
En als jij niet verder dan kotsen en kakken gaat, dan denk je, wat een platte shit is dat? Letterlijk en figuurlijk. Maar, ja. En in mijn ogen gaat dat over liefde. En als je dat niet wil zien, ja, pech. Nou ja, dan lach je maar met dat kotsen en dat kakstuk. Voor mij ook goed. Als ze ja. lachen, lachen ze. Als ze lachen, lachen ze. En als je het wil snappen, of als je het wil waarom hij het vertelt, is omdat het over zijn liefde voor die vrouw gaat. Die hem op zijn allerlaagste punt, namelijk als hij aan het kotsen en kakken is op het toilet, hem toch graag ziet en verzorgt. Ja. En dat is een mooi verhaal. En dat is bij jou ook. Als mensen daar niet doorheen willen kijken. Oh, maar dat geldt voor dan. Niet alles. Gelijk die typische Afrika en AIDS mop dat ik had. Ik doe het niet meer. Omdat ik gewoon merk dat bijna overal in Vlaanderen. Dat die fout wordt begrepen. Ja. Alsof ik een of ander punt wil maken. Ja. En als het die richting uitgaat. Nee, dat is de bedoeling stop niet. Ik er gewoon nee, mee. Want dan nee, dat snap ik. Ik krijg dat niet goed genoeg. Om mensen te doen inzien. Dat ik een allemaal fucking Mongolen vind. Ja. Ja. Ik gebruik eigenlijk geen agmatisch. Maar ja, dan... Dus vanaf dat het te ver de andere richting uitslaat, dan... Als er nu iemand zou roepen van... Ja, zwaar, verkracht is allemaal overrated. Zo, ja, zou ik dat niet meer willen brengen? Want dat is wel niet wat ik nee, bedoel. Nee, dat is niet hetgeen wat je zegt. En dan geef je ook duidelijk genoeg aan. Ja. En ik vind ook dat je jezelf zo relativeert... Dat je bij heel veel shit wegkomt. Ja. Omdat je jezelf ook... Jij zegt niet... Zoals sommige Hollandse cabaretiers zo. Van ik ga het hier eens even uitleggen en vertellen wat ik nou eigenlijk vind. Jij relativeert jezelf en je zegt ook, ik weet niks. Ik ja. weet ook echt niks. Ik ben dus een sukkel. Maar nu heb je wel geleerd hoe je witte saus moet maken. Want dat hebben ze aan de... altijd niet, want ik heb het de tweede keer weer fout gevraagd aan het publiek. Ik begon weer over boter en water. Voor wat is witte saus of voor bij oh, maar bloemkool? Mijn lieveling zit niet zo witlof in de oven. Ah, ja. Zo witte saus met dan kaas bij. Maar inderdaad, bij bloemkool of zo. Ja, witte saus. Maar witte, zolang dat mijn ouders leven en die zijn nog heel jong. Chance. ga ik daar gewoon eten wat ja. ik moet eten met witte saus. Voilà. En fuck it. Ik leer het gewoon weer te maken. Ik leer het ook. Ik ga het ook niet leren maken. Fuck jullie allemaal. En asperges? Asperges ook. Dat gaan nu ondertussen. Ja? Ja. En weet je nu wanneer ze gaar zijn? Ik eet ze op en dan zie ik wel. En dan zie ik Jong, ik heb echt, dat is ook eerlijk. Dus het gaat over het feit dat jij op jezelf woont en nog altijd niet zo goed weet hoe je moet koken. En daar een aantal voorbeelden van geeft. Super funny. En ook heel herkenbaar, want ik heb tot op heden, check ik nog altijd op mijn gsm, hoe lang je nu een ei moet koken. Zacht of hard gekookt. Ja, ja, sowieso. Kijk, hard gekookt is makkelijk, want dan doe je gewoon 10 minuten en weet je zeker, het is oké. Maar zacht gekookt is fucking moeilijk. Ik ben er vrij zeker van, want zacht gekookt, hard gekookt vind ik niet. Zacht gekookt moet ik hebben. En maar ook niet te zacht en ook niet, nee. Moet precies goed zijn. Maar ik ben er vrij zeker van dat ik ga sterven. Al googelend hoe ik een ei zacht moet koken. Absoluut, dat kan niet anders. Maar dat hangt ook van de grootte van het ei af. En ik van, ja, maar nu ben ik nu, ja, nu zoveel variabelen. Voilà, variabelen. Exact het punt dat ik maak in heel ja. dat kokenstuk. Ja. Ja, dat kokenstuk duurt gelijk 30 seconden. Ja. Maar dat is een bit voor mij. Ja, dat is ook een bit. Maar dat is ook gewoon zo. En ik heb er lang tegen gevochten dat mijn ouders zo met mij lachten. Maar je kunt helemaal niet koken, maar dat is zwaar. En het moet ook niet. Als ik 3-4 keer ga spelen op een week, voilà, nog maar 3 avonden te vullen. Mijn ouders zijn gescheiden. Bij allebei gaan eten. Voilà, 1 avond blijft erover. Pitavond. Ja, voilà, en het probleem is opgelost. Ja. Oh, man. Nee, ik vond echt... Ik vind de voorstelling... je hebt nu een uur. En er zit echt al een beetje een kop en een staart in. En een middenstuk. En het komt goed, hoor. Ik sta er officieel staker achter. Ik zeg het. Officieel ben je goed bezig. Oké. Okay. Ja. Daar twijfelde je halverwege de avond twijfelde je daar een beetje aan, maar nu moet je het accepteren. Oh, I don't understand. Oh, garme. Jij zat er zo terug op de trap en ik zo, oh fuck, wat heb ik die aangedaan? Maar je hebt mij niks aangedaan, dat was echt mijn eigen fout, hoor. Ik heb nee, echt minder hoe gespeeld. Het was ook gewoon een heel moeilijk, heel raar publiek. Want soms heb je dat in de joke dat mensen... Ik ga er altijd vanuit dat mensen weten... waar comedy is en wat ze moeten doen. En soms heb je een publiek dat denkt van... ah ja, we zitten hier op café, dus we mogen iets terugzeggen... zonder dat ze iets vraagt. En dat is... ja, daar moet ik soms iets beter op voorhand... En het tweede publiek was tegenovergesteld. Dat was... Wat ze, die, als je iets vroeg, zeiden ze iets... dan stopte het daar ook. Ja. Dan werd het geen gesprek. Kijk goed. Dat was kijk goed. Die waren heel goed opgeleid, die mensen. Die oh, waren, man.
Ja. Nou ja, 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 ja. Ik heb heel veel spijt dat ik uw rage na de eerste keer ik dat ik mijn opname... Ik heb dus mijn set opgenomen. Ik ga dat verwijderen, die eerste set. Ja, ik ga dat gewoon verwijderen. Dat is gewoon geheugen kwijt op mijn gsm. Ja. Ik heb heel veel spijt dat ik mijn opname niet heb laten lopen. Want dat had ik gewoon sowieso direct online gezet. Jij zet die, want ik ging naar de trap, hè, de bewuste trap. Ja. Ik zat daar en ik hoorde nu bezig. Ik dacht, oh mijn god, die gaat die helemaal kapot maken. Ja, die ene gast die is gaan roken, daar heb ik echt tegen gezegd dat die, ja. Want die zat vooraan. Ja, en die gaat, en die dan, zat, ik zat er bijna op. Ja. Ja. Die zat vooraan en die wabbelt en die staat op zijn dooie gemak. Dus niet eens subtiel. Zo van, maar ja, maar zij dat erbij was, was wel zo wat, er was wat commotie tussen de twee. En hij had zijn muts op vast en ik zeg, wat is er hier aan de gang? En zij zegt, hij wil gaan roken. En ik zei, ga dan roken. Ja, maar dan moet hij stilletjes opstaan en weggaan. Maar zelfs ja, dat was niet. Dat duurde. Super traag zijn muts opgezet. En ik heb ook op een bepaald moment gezegd, hoe fucking lang kunnen we erover doen? Om u, en iedereen lacht dan wel, maar even, de sfeer is wel even weg. Want die gast is dan nog niet vertrokken. Ik was iets aan het vertellen. Ik weet niet meer en wat ik aan het vertellen was. En dan komt hij na 5 minuten komt hij op je terug. Dan denk ik van, ja, maar ga dan gewoon weg. Als je het niet goed vindt, blijf dan weg. Dat is ook een mop dat ik dan wil maken van, ja, en kom nu meer terug. Maar ja. En zo... Nee, ik was echt was pissig. Lastig. En dan die ene dag ging dat... Oh, dat is ja, voilà, het was echt... Ja, en ik heb daar inderdaad die gast even op zijn plaats gezet. Ik denk niet dat hij toch zeker... Ik heb nog een bericht gekregen daarnet dat het wel heel grappig vond van haar. Zij wel nog gestuurd van... Het was wel heel grappig, maar ja, sorry. Okay. Maar ja, haar fout niet, hè. Nee, dat is hem. Nee, alles behalve. Nee, nee. Dus, nee, ik denk dat zij zich ook een beetje schaamde. Terecht. En terecht. Maar ik ben blij dat het toch een leuke avond is geworden, lieve schat. Want, de avond is nog niet gedaan. Oh, ik kan nog alles gebeuren. Want als dat... als dat van daarnet is opgenomen, dan zit ik hier... Oh, ik drink de minder. Nee, oké. Okay, zo deel 2. Het is duivel. Is hetzelfde als ik op mijn dieet, dat ik ook een soort, zeg dat, een zondag dag heb. Of een dag dat je... Dat je dingen. Maar ik heb nu 6 dagen dat ik niet op dieet ben en 1 dag wel. Dat is nu ongeveer hoe het gaat. Dus dat loopt ook heel goed hoor, bij okay. Dieet. Ja, 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 voilà. Ik drink dus terug. Shit. Ik heb het allemaal kapot gemaakt. Nee, dat is niet waar. Je ging een maand stoppen met drinken. Maar hoe lang was je nu al bezig? 2 weken, maar ik had wel al een duvel gedronken. Maar en dit ik... is je derde, hè? Dus het valt nog. Tweede? Dat is mijn derde. Je dit is je... Maar dit is nog wel je eerste duvel, mensen thuis. Dit is de eerste dag. 1 duveltje kan ik gewoon. Ah, dat lijkt me... Voel je het niet of wel? Maar ik kan wel wat duvel verzetten, hè. Ja, maar ja heb je goed gegeten vandaag? Ik ben vergeten. Nee. Ja, dan zal het hard binnenkomen. Nee, maar ik heb wel iets gegeten in de namiddag. Nee, ik heb hier al gestaan in de Joker, dat ik zoveel duvel had gedronken, dat ik dacht, ja, what the fuck nu? Er werd er ineens gedanst ook. Ik weet niet meer wanneer dat was. Op een zondagavond? Serieus? Nee, of een woensdag. Ja, dat we een stond. En ik heb hier kippensoep. Ik heb hier tot 5 uur 's morgens als een kippensoep staan drinken. Jij was hier toen ook nog. Ja, ja. Je zat ook buiten met iemand aan het blijten was. Dat was die avond. Had ik met iemand aan het blijten? Had ik toch weer iemand aan het blijten geholpen? Nee, dat was niet waar. Nee, ik weet dat niet meer. Ja, ik weet wel. Ik kan geen namen noemen. Nee, doe dat maar niet, nee. Maar ja, ja. Dat, goh, wat was... Sue was hier. Een avond dat een open mic of zo tot een feestje... Het was geen open mic. Misschien die vrouwenavond. Die vrouwenavond. Dat kan wel goed. Was er een van de vrouwen slecht gespeeld die aan het huilen was? Nee, dat weet ik niet. Nee, dat niet. Absoluut niet. En dan stond ik hier kippensoep te drinken. Maar is om toch nog naar huis te kunnen rijden. Ja, dat is goed. Ja, je wel voorzichtig zijn. Hè? Ja, ik heb wel alcoholtests in mijn auto liggen. Ja? Ja, dan blaas ik daarin en dan denk ik, ja, geen idee wat ik ga geven, maar ik moet toch nog naar huis. Ik heb zo een keer alcoholcontrole gehad in Dendermonde op een brug en echt zo een flik en ik doe mijn ruit naar beneden en hij zo, Ise dag zelfs, kom met die NS. Echt? Ja, tuurlijk, dat is Dendermonde. En ik zei, zo wat. Ah, ze gaan spelen, ze gaan optreden. Ja, en die zo, en dat is iets gedronken. Nee.
4 duvels op, goed gegeten wel. Ah, ja. Negatief geblazen. Echt? Maar natuurlijk. Na 4 duvels, holy shit. Ja? Dat is straf. Ja, maar dat lijkt zo'n accomplishment, want het is redelijk zielig. Maar... ja. Nou, maar nee, ja, zo stoer, dat was echt wel in Sint-Truiden of het een of ander, dat was echt heel ver. Ik was misschien om 5 uur toegekomen, het was misschien al 12 uur dat ik die controle kreeg. En je had al een uur gereden, dus de alcohol was al gezakt. Maar ja, dat is ook wel een lange tijd, dat is uiteindelijk wel op veel tijd. Ja, wat een 7, wat ben ik mij hier aan het uitlopen? Ik ben even helemaal van de kaart. Iemand, een vrouw die ik kende, die er vaste... uitleg, als die werd, dat was een vrouw, en als die werd tegengehouden door de flikken, dan zei die altijd, ah nee, natuurlijk niet, want ik ben zwanger. En dan zei die flikken, ah ja, rij maar door. Ja, en wow. Ook per totaal, hè, helemaal zat. Zie, oh, er gebeurt iets. Nee, oei. Wat er bijna leeg. Maar waarom moet je dat ook filmen, dat hier met een derde sigaret of zo? Oh, ik ben het is je zevende duvel, je 12e sigaret gaat lekker. Ik ga nooit aan lief. Jawel. Maar best wel leuk. Ja, je zegt, ja. Soms. Regelmatig. Nou, nu ben je terug goed gezind. Nou ja, ik had wel net toen je aan het huilen, als ik emotioneel had, ik zelfs emotioneel de trap zet. Ik dacht van, godverdomme, nu kan ik die, ik wou echt een druppel geven, ja, nee, want die, nee, dat ook niet, ja. Maar je zei ook zo, moet ik mijn bek houden? Ik zei, nee, ja, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik wou het niet nog erger maken. Ik ben niet heel goed. En ik ben hardbrekt hoor, als ik als vrouw ik huilen waar ik bij ben. Meestal ben ik wel de schuldige dan. Nee, ja. Dat is wel bijzonder om te zien dat je zo... Nee, want ja, voor hetzelfde, jouw imago is, kan me niet schelen. Hè, snap je? Maar dat is niet. Tuurlijk kan me dat schelen. Ja, maar jouw imago. Ja, maar ergens, iedereen dat op een podium gaat staan, heeft toch... Ik ga niet zeggen nood aan bevestiging, maar heeft daar wel een ding uit. Ja, natuurlijk nood aan bevestiging. Je hebt een ego en je wilt dat bevestigd wordt. En dan is dat niet zo, omdat je, weet ik veel, liever gaat pissen. What the fuck, Salms? En ja, ik denk dan ook, fuck you, weet ik hoeveel keer dat ik al op het podium heb gestaan, dat ik moest gaan pissen en dat ik niet kan. Ah, ja, ik snap dat ook. Ja. Ik snap ook niet dat mensen die even een kwartiertje hun plas kunnen inhouden, want het is ongarme. Het was een uurtje. Ja, in totaal, maar wanneer hij ging, moest je nog een kwartier. Ja, en we wisten allemaal dat je een uur ging spelen, want dat hadden we op voorhand gezegd. Genoeg gezegd, ja. Dus ja, goed. Zeker. Ja. Nou, dat is weer een les voor mensen die luisteren. Als je naar een comedy show gaat zien, gedraag je. Maar waarom luisteren mensen dan niet naar? Waarom blijven die bestaan? Alleen zo... Er zijn ook altijd mensen die denken, nee, maar wat ik doe is wel leuk. Snap je? Als ik iets roep, dan is het wel grappig. Maar kun je denken, mensen... als ik naar het toilet ga, is dat wel leuk? Ja, of is dat wel is... Okay? Sommige mensen doen... Nou, ik weet niet of dat deze gast was. Maar sommige mensen doen dat ook om een beetje... Dan krijgen ze aandacht van jou en van de rest van het publiek. Dus dat vinden ze wel leuk of zo. Ik vind dat heel maf. Ik zit helemaal zo... Ja, ik heb zo graag aandacht en toch zit ik zo niet in. Nee, maar... Toch als ik zo ga kijken naar iets, denk ik... Oh my god, ik moet niet opvallen. Alles, nee, ja, dat heb ik ook. En, want er is ook niks vervelends als je in het publiek zegt... En iemand die mij niet kent, die vraagt, wat doe jij? Ik zeg, ja, ik heb een comedycafé. Ja, dat is gewoon raar. Dat is gewoon raar. Dus ik wil ook niet vooraan zitten en dat soort dingen. Ik hou me ook zo gedijst mogelijk. Maar er zijn heel veel mensen die dan graag... Dat is hun momentje dan, hè, ja. Ja. En toen denken ze, alright, ik heb ook meegedaan aan de show. Heeft meegedaan. Heeft meegedaan, maar niet op een leuke manier. Absoluut. Alright, lieve schat. Zeer fijn hier te hebben gehad. Het was een bijzondere avond. Het was een rare, leuke avond. Maar godzijdank dat ook deze volgorde was. Dat de eerste show raar was en de tweede show goed. Want andersom hadden we hier een ander gesprek gehad, denk ik. Of zwaar. Geen gesprek misschien. Jawel. Had je mij geslagen? Maar doe je niet alsof dat ik... Nee, ik zat dat gewoon niet. Ingetogen te treuren. Ja, goed. Op mezelf. Te treuren. Ja, nee, dan hadden we je niet zo gezeten, denk ik. Dan had je niet gezegd, ja, laten we nu nog even babbelen. Dat is mijn idee, hè. Ik zeg, dat is waar. Een vervolg en blijkbaar goed, want je hebt gewoon geen pak op. Ik weet niet of die eerste erop staat. Ik heb gewoon 3 kwartier gezeten voor niks. 3 kwartier genialiteit. Gewoon, ja, dat is het.
Ik ga het terugluisteren. Hopelijk is het goed van geluid. Maar je denkt daar sowieso niks van. Ja, wat kan ik je dat doen? Het is voorbij, hè? Het is gepasseerd. En we hebben nu toch nog hier 35 minuten gebabbeld. Oh, tijd gaat rap als je amuseert. Dat vergeten mensen vaak. Tijd gaat ook snel als je niet amuseert. Weet je? Is dat zo? Gaat de tijd snel als je niet amuseert? Maar ja, joh. Ja? Ja? Dus de eerste show is ook wel voorbij gevlogen dan? Nee. Jawel, eigenlijk ging die rapper dan de tweede, precies. Ja, vond je ze? Oh nee. Ja. Ja, ik kan daar niet meer uitleg op geven of iets grappig over vertellen, dus. Goed. Alright, lieve schat. We gaan nog één dingetje drinken. Misschien iets bij alcohol, misschien niet. Misschien niet, dat is... je had erbij moeten zijn. Bij deze dolle avond. Oh ja, en nog een laatste ding voor mensen die luisteren. Schrijf Amelie Albrecht haar naam juist. Oh my fucking god. En nog een half uurke. Ja. Nee, maar dat is echt een probleem, hè? Oh my god. Ja, ja. En ik word er zo... Ik snap niet wat er zo... van. Wat is er zo ingewikkeld aan jouw naam? Want het maar, is... Amelie is gewoon... Amelie, hoe dat het hoort. Hoe het hoort. En Albrecht is gewoon hoe dat het hoort. Ja. A-L-B-R-E-C-H-T. Ja. En dan zijn er nog mensen die dan zeggen, ja, maar Albrecht komt meer voor met een E tussen. A-E-L. Ja, oké, maar de Smet Jansen ook misschien. Allee, is niet mijn fucking naam. Doet er niet toe. Het is zo simpel. En ook dat accent op mijn voornaam. Ondertussen is dat ook misschien al een te grote frustratie. Maar dan denk ik, heel die dingen altijd van mijn autocorrect past dat aan een accent. Dat kan me niet schelen. Als je autocorrect dan naar iets anders aanpast dat je niet wilt zeggen, ga je dat ook. Een naam die ik heel vaak verkeerd geschreven, of nog altijd verkeerd schrijf. En dat is echt omdat ik dat tekootje niet vind. Bert Gabriels heeft puntjes op de E. Ja. Maar op mijn toetsenbord, ik weet niet waar die zit. Dus ik schrijf Bert Gabriels zijn naam altijd een hoofdletter, zodat het niet hoeft, want ik weet niet waar die puntjes zitten. Dus die zijn naam, ik heb Joost van de Kastelen zijn naam ook regelmatig fout geschreven. Omdat ik moet het nog altijd googlen om te weten hoe. Maar google dat toch? Als ik zelfs iemand opsla in mijn telefoon, ga ik kijken op Facebook of whatever dat er bestaat om te kijken, oké, hoe schrijf ik het juist? En ik heb dan nog met mensen nog altijd, maar ik check dat wel. En daarom dat is mijn job. Poster hier, hè? Dat is de legendarische poster. Zalig. Waar een comedyavond 21 september, ik weet niet meer wanneer, lang geleden, want dat is misschien bijna 10 jaar geleden, in Merkse Dok, waarin Xander de Rijke speelde met de MC Jan Linzen en Seppe Tormans. En alle drie hun namen zijn verkeerd geschreven. Xander de Rijke met een IJ, Seppe Tormans. Ja, die wordt er even kwaad van als jij, hoor. Ja, maar ja, ik snap hem ook. Slecht geschreven. En Jan Linzen is met twee S's. Is met twee S's ja, en Tormans is Tormans. Is Tormans, is met één R. Ja, Met Seppe hebben we ooit afgesproken, als ze zijn naam verkeerd schrijven, als ze zeggen Seppe Tormans, dat dat een ander personage is. Dat dat een andere set is. Ja. Dat Seppe Tormans zo... Jij zou dat ook kunnen, als ze Amelie verkeerd schrijven... Dan krijgen ze de eerste set van vanavond, en als ze het juist schrijven, krijgen ze de tweede. Juist, inderdaad. Nee, maar ik kan me voorstellen dat bij mij is dat onder Fokke van der Meulen wordt heel vaak... Moest ik uw naam volledig schrijven? Ik ga naar Facebook en ik kijk. Is het aan elkaar, van elkaar? Ik ga daar naar kijken. Bij mij is mijn achternaam zijn drie woorden en de V en de D kleine letter. Ja, voilà. En dat wordt heel vaak fout. Ik word daar dan niet zo kwaad van, omdat dat niet... Dat zijn geen letters die ze toevoegen of zo, hè. Dat is gewoon... God, maar en ook, ik vind, dat is niet eens mijn job om iets juist, gelijk een affiche, die man is daarvoor, man of vrouw, ja, whatever, is daarvoor betaald. En dat is niet eens mijn job, en nog check ik dat. Ik kan niet uit mijn hoofd zeggen wat jij net zegt van die kleine letters, maar ik ga wel gewoon kijken. Ja. En zelfs, het probleem is bij mij, dat is mijn reclame. Mijn naam is mijn dat is al wat ik heb. Ik heb geen... Whatever allemaal, dat is mijn brand of zo. En dat moet juist zijn. Dat moet er juist zijn. Ja. En dat is. En dat in het begin af en toe eens fout gaat, omdat ze het niet weten of omdat ze het niet vinden op het internet, whatever. Maar nu doe je lang genoeg mee dat ze het gewoon juist moeten schrijven. Ja, sowieso. En ik vind dat een beetje basisrespect of zo. Ik heb het over het laatst nog voor gehad in een interview in Humo. Noem je niet. Ja, ja. En in het interview, het was tussen hemel en hel. Wat is voor u de hel op aarde, is een vraag. Ja. Ik ga uitgebreid over het fout schrijven van mijn naam. De journalist dat heeft gedaan, heeft alles goed gedaan. Maar een of andere eindredacteur of whatever, dat zo die tussendings moet doen. Accent op mijn naam. En ik denk, maar... Fuck you. Allee, dat is al wat jij moest doen. Zien dat dat juist stond. En ik vind het arrogant. Denk je dat Humo grappig moet zijn? Grappig? Nee, want dat is gewoon slecht. Ja, dan ben ik teleurgesteld in Humo. Dat is gewoon slecht. Dat is niet grappig. Zeker niet als ik dat zo benoem. Maar ik vind het gewoon super arrogant
om te denken dat jij weet hoe een naam geschreven wordt. Zonder die te googlen. Nee, tuurlijk. Alles is zo anders. En... Of die vinden dat jouw naam een accent moet zijn. Die vinden dat jij jouw naam verkeerd schrijft. Mijn naam wordt niet Frans uitgesproken. Dat komt veel voor in mijn accent. Maar dat is niet de uitspraak. Nee, ik vind ook heel belangrijk dat jouw naam anders is dan die verschrikkelijke film. Ja. Ik haat die film. Ik hou van jou en ik haat die film. Muziek is wel goed. Even. Ik vind alles aan die film slecht. Echt? Ja, ik vind dat verschrikkelijk. Muziek ook? Ik vind dat, ja. Okay. Ja, die muziek is niet slecht. Maar ik haat die film zo hard. Ja, ik ben zot van het album. Ah ja, nee, ik vind het... En die gast heeft ook de hele slechte Alien film gemaakt. Maar goed, nu gaan we niet over film hebben. Maar ik haat die film en ik hou van jou. Dus dat moet juist geschreven. Dat is waar. Dat moet juist geschreven zijn. Voilà. Voilà. Goed, dan hebben we dat ook de wereld uitgeholpen. Yes. Vanaf nu gaat niemand het nog verkeerd doen. Even op Tinder. Weet jij hoeveel berichten ik heb gehad? Hey Amelie, mijn accent. Ja, daar. Sowieso gewoon... Hey, als je niet de moeite neemt om naam. Maar mijn naam staat er. Mijn voornaam staat er. En is dat dan autocorrect wat dat doet? Ja, blijkbaar is dat wel. I don't know. Blijkbaar is dat zo. Oké, dan is dat zo. Ja, dan is dat zo. En dan moet je gewoon even dubbel kijken voordat je iets verstuurt. Ja. Ja, gewoon. Allee, checken. Ja, checken. Alles gaat te snel. En ga je nu, als mensen het verkeerd schrijven, ga je dan iets doen? Ga je iets ondernemen? €250. Pak dat. Echt waar. Dat is nu wat er gebeurt. Als iemand mij boekt en het fout schrijft, €250. Het staat zwart op wit. Of een reden om niet te hoeven spelen. En ze zegt van, oké, dan kom ik niet. Fuck you. Okay. Ja, dat zou wel leuk zijn, maar... meer geld is ook altijd top. Als Gilbert Gottfried zegt altijd dat zijn grote droom... dat zijn grote droom is... dat vlak voor het optreden iemand komt zeggen... het gaat niet door, want het staat in de fik... maar je wordt wel betaald. Dat is de grootste droom. Is. Ja. Om niet te hoeven spelen, maar wel het geld te krijgen. Ja, ja, dat is heel goed. Lieve schat, keihard bedankt om hier te zijn. Het was een zeer leuke avond toch, yes, uiteindelijk. Ja. We gaan alleen eens drinken en we hadden een leuke avond voor mij. Dat is heel goed. Misschien gaan we nog dansen. Wie weet. Ja, maar dat mag eigenlijk niet meer. Dat mag niet meer. Ja, we moeten allemaal zitten. We mogen niet dansen. We gaan zitten dansen dan. Oké. Amelie, dankjewel. Hè.